hebben voor jullie op de map Word een potje Safeguard gespeeld. Nu ga ik voor jullie een potje Hardpoint spelen om te kijken of deze map chill is voor Hardpoint. Vergeet natuurlijk niet je blauwe duimpje omhoog achter te laten. Help je mij enorm. We gaan kijken wat we kunnen gaan doen op deze map met Hardpoint. Oké, we spelen nu Hardpoint op deze map in plaats van Safeguard. Want gisteren speelden we een potje Safeguard op de map First. Natuurlijk de remake uit World of War. Hallo, ik word herkend. Hey, shout-out naar jou jongen. Ik ben aan het opnemen, dus GG. Jij zit in de video van vandaag natuurlijk. Maar we spelen een potje Hardpoint. En Hardpoint is op deze map best wel chill. Ik speel hiervoor ook een potje. Ik denk, ja, ik moet toch nog even opnemen. Laten we dan maar gewoon gelijk op deze map doen. Ik speel met de Q-Dash Machine Gun. Alleen de enemies hebben nu de hele tijd de Hardpoint. Dat is wel een beetje jammer. Wat? Hij ging niet dood? Holy shit, ik had even fucking 38 kogels in hem geschoten en hij ging niet dood. Oké. Nou. We staan mooi achter. Dat zien we wel weer gelijk. Deze enemies hebben gelijk heel deze Hardpoint gewoon gepakt. En uit de Marshall 16's. Alles wat ik ga opnemen ga ik dus blijkbaar niet goed. Dat is altijd kut jongen. Ik zeg, dat haat ik echt. Nice, dubbel kun je opgepakt. Ik heb Ghosts, dus mij zie je als goed niet op de UAV met motor. Geen hater halen. Dat is iets wat ze niet mogen halen. Een hater. In mijn rug, godverdomme. Zit hij daar nou gewoon de hele tijd? Oh, hij zat daar in het hoekje. Wauw, waarom zag ik hem niet met zijn Dark Matter Camo? Shit. Kom op, we gaan toch niet zo erg verliezen, jongens. Gaat die Hardpoint zitten, teammates, kom op. We gaan niet zo nederig verliezen. Echt niet. Spannen, nou waar wij net spannen, 100%. Lekker, Ricky. Oh. Kom ze hier op wachten, ze komen 100% links. Nog niet, achter me hier. Waar de fuck spannen ze? Even tussen de spans te proberen te ontdekken. Kijk, we hebben nu UAV. Kijk, daar spant er één. Zit hier. Ik ga hem niet challengen, ik ga hem even opwachten. Oké, hun rennen weg daar. Ik ga ze back riepen, dat doen. Ja, maar joh, jij moet niet gaan zwemmen hier. Oké, ik heb nou twee keuzes. Hier wegwezen of doodgaan. Ik heb mijn UAV, kant UAV ingekald. Teammates hebben de Hardpoint terug, mooi maar mooi. Ik ga daar ook wel voor de Hardpoint spelen voor mijn teammate. Nice. Coming teammate. Holy shit, ik schrok me echt dood. Wow. Ik schrok me echt gewoon kapot. Nice, ik heb bijna mijn hater. En dan ga ik dood. Waarom nou? Fuck my life. Waarom kan ik nou niet gewoon even rustig op dat plekje inlopen? Nee hoor, Chester moet weer doodgaan. Nou, nog een kans. Zit hij onder water? Dat is een lijk. Dat is een dode site. Dan via hier. Komt teammates, gaat de Hardpoint. Ik kan mijn Tempest binnen. Oké, teammates zitten op de Hardpoint nu. Where are you? Hier dus. Ik hoorde hem lopen, maar ja. Ik heb bijna mijn counter UAV. Laten we even mijn Tempest inroepen. Hopelijk komen ze dan via hier. Waar zit hij wel? Counter UAV. Mooi, dus iets meer op de minimum. Dit hebben jullie niet gezien, ja, want ik zag hem gewoon staan en ik schoot niet. Ik weet niet wat mijn hersenen op dit moment deden, maar mijn hersenen hadden even geen zin om te schieten blijkbaar. Nou, dat kan allemaal. Ja, we zitten even op de Hardpoint, dat doen mijn teammates. Oké, Hardpoint is nu in het water. Hardpoint is nu in het water. Nice, Hardpoint secure. Wat ik altijd doe is, dit is een goede Hardpoint spot. Hier zien ze jou niet als ze onder water komen, maar jij kunt hun wel zien. En eventueel kan je Six Sense aanzetten. Om die gozer te spotten die bijvoorbeeld hier achter jou komt. Ik heb nu gewoon een UAV binnen. Dus dat is ook gewoon een goeie. Oh, we moeten wel in het Hardpoint blijven. Oké, dan ga ik wel even hier zitten. Ja, dan kan ik ze hier kunnen zien komen. Komt hij daar bovenuit? Hij is voorbij gelopen, oké. Joh, die king ligt ook wel mooi daar zo. Oh, hij zit boven. Nice. We komen nu via daar. Counter erbij. Oh shit, ik zit achter een rots. Hij is dood! Huh? Oh, nevermind. Ik dacht, als die gozer daar nog in leven was, dat had niet gekund. Want mijn teammate had hem al ontschoten. Zo kan je ook spelen, oké. Nevermind. I haven't seen anything. Oké, mijn teammates spelen wel lekker voor de hardpoint. Lekker jongens, nice. Kom maar, ik hoor hem in de rest lopen. Koekoek. Oh shit. Oh, ligt daar helemaal vol met tripmines. Lag helemaal vol met tripmines. En het zit allemaal op de hardpoint, jongens. Mooi had nou geweest als ik een helft van had gehad of zo. Had je allemaal op kunnen pakken. Oh mijn god. Lekker teammates. Teammates hebben de hardpoint wel weer mooi overgenomen. Teammates spelen wel mooi voor de objectives. Nice jongens. Daar hou ik van. Ik heb er zelf maar... Oh, ik heb er zelf al 1 minuut op gezeten, besef. Hoe kan ik dit aanpakken? I don't fucking know. Hij is getested. Nu is hij voor ons. Nice. Zo, die heb ik ook even lekker in het water gekild. Koekoek. Koekoek. Normaal niks hardpoint los. Wat denken jullie nou joh? Oh, weg daar. Naar rug. Oh mijn god! Mijn reactievermogen is echt let zo snel als dikke poep, jongen. Wow, wow, wow. We hebben het potje bijna gewonnen. Nog even op de harpoen blijven zitten. Zie je men? Een gespantrap, mooi. Kom ik als het goed is nou in hun rug. Dat is perfecte timing dan. Want hun denken nu dat ik via de andere kant op kom op de harpoen nu. Nice. Lekker Ricky. Of hoe je ook heet. Sorry man, weet je naam niet. Span niet hier, spannen weer in de andere rug. Moet hij uit het water zetten? Nee, hij loopt juist onder water, denk ik. In mijn rug. Oh, ik kon niet omdraaien omdat ik aan het reloaden was. Potje is bijna afgelopen. Kom op, teammates. Nog 20 seconden op de hardpoint. Redden we makkelijk. Als we deze enemies hier even opkillen. Oh. Oh, oh, hij heeft ons allemaal met zijn fucking BRM. Oké, ik heb nog even mijn Tempest. Mocht hij van pas komen. Nee, we hebben niet meer van pas nodig in ieder geval. Mijn eindscore is 32,13. Ik heb in totaal 1 minuut en 39 seconden op de hardpoint gezeten. Best wel oké natuurlijk. Om natuurlijk dit potje te winnen. Mocht je nou genoten hebben van deze video, laat dan even je blauw duimpje omhoog achter. Houdt mij natuurlijk enorm. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur precies bij weer een nieuwe video. En ja, check ook even de 4 video's van gisteren. Als je die nog niet hebt gezien. Thanks voor watching jongens. Morgen om 3 uur nieuwe video's. Als ik dat zeg. Doei.